Uw aandacht voor een bekendmaking van het Nationaal COVID-19 Management Team van de Republiek Suriname. In het kader van de afgekondigde maatregelen door de president van de Republiek Suriname, waaronder de total lockdown die geldt op de zaterdagen 22 en 29 augustus, zijn de onderstaande groepen geïdentificeerd als essentiële diensten. Deze diensten hebben een brief nodig van het COVID-19-beleidsteam, oftewel het NCMT, om zich te begeven op de openbare weg. De dispensatie kan aangevraagd worden via het e-mailadres dispensatie@covid19.sr of via de website https://covid-19.sr/dispensatie-aanvraag/. We vragen dat de medewerkers van de essentiële diensten de kortste route kiezen van en naar het werk. In het weekend vragen wij minimale beweging van de essentiële bedrijven. Onder essentiële diensten wordt verstaan diensten die bijdragen tot de beheersing van COVID-19 in Suriname, de zorgsector, de productiesector en voedselvoorziening. Hierbij de essentiële diensten die dispensatiebrieven mogen aanvragen. Polyklinieken en tandartsen uitsluitend voor spoedgevallen conform de wachtdienstregeling. Apotheken conform de wachtdienstregeling. Zorgverleners. Individuen die mantelzorg verlenen, dierentuinen uitsluitend voor onderhoud van dieren als mede verzorgen van zwerfhonden, geregistreerde thuis- en zorginstellingen, bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen, schoonmaakbedrijven verbonden aan medische instellingen, productiebedrijven met exportverplichtingen alleen voor de back-office, productiebedrijven die essentiële producten ten behoeve van gezondheid vervaardigen, import- en exportbedrijven alleen voor de back-office, religieuze leiders, agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij, vliegmaatschappijen, minimale bezetting, callcenters, vuilophaaldiensten, vitale afdelingen van nutsbedrijven, beveiliging- en bewakingsbedrijven, het Surinaams Rode Kruis, multinationals, parastatale bedrijven, back-office, geregistreerde nierdialysecentra, vitale afdelingen van nutsbedrijven, financiële instellingen, back-office, haven- en luchthavenactiviteiten en mediahuizen. De essentiële diensten die geen dispensatiebrief nodig hebben om zich te begeven op de openbare weg, veiligheidsdiensten, Nationaal Leger, Korps Politie Suriname, Korps Penitentiaire Ambtenaren, Korps Brandweer Suriname, douane, Bijstands- en Beveiligingsdienst Suriname, Dienst Nationale Veiligheid, gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling. De toestemming voor de agrarische sector wordt aangevraagd via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, via het e-mailadres min-lvv@sr.net of op de nummers 477830 of 477698 of 7210040. Voorwaarden voor bedrijven. Minimale bezetting van het personeel. Geregistreerd bij KKF. Belastingbetaler. In bedrijf zijn, dus operationeel zijn. Management directieteam vraagt dispensatie aan, dus geen medewerker. En in het bezit zijn van een vergunning indien vergunningsplichtig.